Prinsenjournaal met Diewertje Blok. Hallo allemaal. Straks is het grote cadeau hier. Maar de grote vraag is natuurlijk, is de 60ste prins van de Verkoop al onderweg naar hier? Ik weet het niet. Zou daar dan het verlossende antwoord zijn? We gaan het gauw luisteren. Met Diewertje. Dag Harry. Wat een geweldig nieuws. We schakelen nou meteen over naar jou ter plaatse. Hallo Diewertje. Ik sta hier in de haven voor het kijken voor onze pakjesboot. Met onze 60ste prins van de Verkoop in Beugen. En als ik het zo even bekijk. Jawel hoor. Hij staat erop. De 60ste prins van de Verkoop in Beugen komt nu de haven binnen. Jawel hoor mensen. Onze prins komt onderweg. Oké, dag Harry. Dat was goed nieuws. Laten we ook hopen dat het echt waar is. Prinsenjournaal met Diewertje Blok. Allemaal welkom bij het Prinsenjournaal hier aan de Haard. We gaan dit jaar weer op zoek deze middag naar de 60ste prins van de Verkoop. En ja, je weet hoe het gaat in deze tijden. Dat gaat op bestelling. Per AliExpress, WKAM, bol.com, noem het maar op. Dus we gaan hem dit jaar maar bestellen. Maar we zijn hem kwijt. Nou, dit gaat ook niks oplossen, heb ik al door. Dus ik denk dat we het gaan proberen in het dorp. Volgens mij is het een Engelse man. Volgens mij heet hij Tiny. Tiny, are you there? Ik sta hier samen met Tiny Geurts. I think that he heeft de box, het cadeau van last year met de prongzitting. De shine sitting, yes? I ask Tiny. Yes, Diewertje, I think Hans is completely mistaken. Yes, last year with the shine setting, I gave the box to Hans, but it was no gift, yeah? I think Hans has a really big hit, a hat clap from the mill. But that's why, Hans, I have a big helmet to provide this happening. Aye, so, yeah, Diewertje, dus, ik weet het verder zo niet, maar we gaan terug naar jullie in de zaal. Nou, ik hoor dat Harry weer ergens ter plaatse is, want we hebben nu een echte ervaringsdeskundige, heb ik gehoord, want die brengt ieder jaar heel veel cadeautjes rond. We gaan maar weer even naar Harry terug. Harry? Hallo Diebertje. Ja, ik sta hier in Beugen bij Joop. Ik sta hier bij Sinterklaas. En ja, hij is een beetje vroeg dit jaar, maar hij is nog niet helemaal aangekleed, zo te zien. Nee, ik wist ook helemaal niet dat jullie al lang zouden komen. Ik ben nog helemaal niet aangekleed. Oh, wacht even. Ik vergeet nog wat. Wilt u even vasthouden? Ja. Diebertje, aangekomen is je wel, ja. Maar niet in Nederland. Zo. Zo. Ik ben er klaar voor, denk ik. Ik ben in Nederland weer. Ja, wij hebben een vraag. Ja. Weet u misschien waar het cadeau is gebleven? Het cadeau? Maar ik heb nog helemaal niet de boekjes gezien van bol.com. Misschien dat ze daar de cadeautjes nog in staan, maar dat weet ik nog niet. Dan moet ik aan mijn Pieter gaan vragen. Zo zien we maar weer. Maar waar staat daar dan? Dat is mijn staffunctionaris. Ja. Hier worden wij niet veel wijzer van, Diebertje. We gaan terug naar de zaal. Dan gaan we nu naar iemand die sportieve cadeautjes geeft, heb ik begrepen. En wel op de tennisbaan geeft hij die cadeautjes. Wie weet hij wel iets? Zeker. Goedenavond, dames en heren. Ik sta hier nu bij de tennisvereniging De Geer, bij de voorzitter van de vereniging, Ron van den Heuvel. Goedemiddag. Goedendag. Even terugkomend op die cadeautjes. Ik geef natuurlijk niet zoveel cadeautjes weg als Jos Weerpas normaal gesproken doet op de baan. Maar hij wordt natuurlijk dat ik wel flink aan de weg timmer, zoals je hier ook ziet. Dus, Ja, ik zie het, ja. Jazeker. En uw tennis nog veel... Waarom? Nou, ik heb de laatste tijd ook niet heel veel mee getennist. Ik heb iemand wat misschien tegen wil tennissen.
Diewertje houdt nogal van tennissen. Ja, dat sta ik zeker voor open. Veel potentie. Dus lijkt me heel erg leuk om die uitdaging aan te gaan. Fijn. Dames en heren, hier worden we niet veel wijzer van. Terug naar de zaal. Ja, ook dit heeft helaas weer niks opgeleverd. Maar we hebben gelukkig een brief gekregen van de manege. Volgens mij de Haartse Hoeve. Iemand wil schimmel zijn. Weet je, we gaan even naar de verslaggever ter plaatse. Harry. Ja, Diebertje, we staan hier bij de Haartse Hoeve. Ik heb hier ondertussen Wil Schimmel gevonden van de Haartse Hoeve. Wil, weet jij iets hier van het cadeau af? Nee, helemaal niet. Dat kan ik ook niet weten, want de Haartse Hoeve is niet meer van mij. Dus daar hebben we nu een nieuwe eigenaar voor gevonden. En die nieuwe eigenaar die is met de knakworst al door de knieën gegaan. Dus ik denk niet dat dat een sterk punt is. Aha, zo zit het dus. Dus de Haartse Hoeve heeft hij al cadeau gedaan. Ja, dichterbij als zo zullen wij nooit bij het cadeau kunnen komen. Tja, Harry ziet het niet. Ik weet het ook niet, maar volgens mij kan het ook niet door zo'n schoorsteen. Maar dan gaan we toch gewoon even naar een ervaringsdeskundige. En volgens mij is dat onze roetveegpiet. Ja, Diewertje, ik sta hier bij de schoorsteenspecialist van Beugen. Ik zal even aan Jan vragen of alle pakketjes zo wel door de schoorsteen kunnen. Ja of nee? Jan, kunnen alle pakketjes van Sinterklaas en van de grote cadeautjes allemaal door de schoorsteen? Nee, helaas niet. Helaas niet. Oh, dat is dan wel jammer. Want als je een bekend pakketje ziet, een groot, wij zijn op zoek naar het prinsenpakket waar de nieuwe prins in zou zitten. Als je hem ziet, willen we even aan ons doorgeven. Zeker, zal ik jullie doen. Dankjewel. Diebertje, we gaan weer terug naar de zaal. Nou, als we het dan niet allemaal weten, dan lijkt me handig om maar naar het Buggerspakketpunt even te gaan. En misschien is het daar wel afgeleverd. Nee, helaas, daar heeft de bezorger net afgehaald. Nou, daar was hij niet meer bij Verkeijster, maar volgens de Track & Trace zou die bij MFC het kruispunt kunnen zijn. Nou ja, we gaan het daar nog maar proberen. Ik word er wel lichtelijk moedeloos van. Thuis, ja, dat brengt hem naar de buren. Breng hem naar de buren. Ja, dat staat hier bij Henk Verkeijster. Bij Henk Verkeijster? Ja, bij Henk. Waarom bij Henk? Dat weet ik ook niet, maar. Kom, we gaan nou even, want iedereen in de zaal staat te wachten. Ja, kom, even tempo maken. Want iedereen in de zaal staat te wachten. Ik ben allemaal te wachten, dat moet ik niet hebben. Jongen. John, die hadden bij de buren bij Henk achter de zaal. Je moet even tempo maken. Hé, dit is een zonnoodig Is Henk thuis? Ja, dat hoop ik wel. Dat zou een mooie bak zijn. Komt hij eraan? Nee, dat is hem niet. Jongen, hij heeft een keer lang werk. Bad Henk me gewoon. Ja, ik ga nog eens een keer. Hé, ik hoor een voetstap. Ja, goeiedag. Ja, Henk. Hier. Geweldig. Henk, van harte welkom. Ja, zeker. Dan zou je hier een pakketje zien geleverd. John van PostNL, die had dat gedaan. Ja, van PostNL, die heb ik gezien. John, ja, de Black Man. Ja. Dat is hem. Ja, die is hem. Ja. Hadden hem, want we hebben echt
Kijk maar. En we hebben horst. Maar die was geen groot, die kon hier door de deur, hè? Die staat achter in de garage. Die staat achter in de garage? Ja, precies. Laten we meelopen. Waar is het? Wat zegt u? Waar is het cadeau? Achter bij de garage staat. Ik heb een jas aan. Ja. Ik heb een voeten. Ja, ja. Oh. Je moet het zo doen, hè? Ja, wij volgen jou. Nou jongens, kom maar, hier zit die grote doos. Jongen. Jij aan de hand staan? Ja, maar achter. Wint er wel weer. Zo. Godverdomme. Hier zit nog een meer in. Henk, bedankt voor het ontvangst nemen, hè. Voor de goede zorgen. Jongens. Kunt er niks aan? Nee, kom maar. Moet dat weer een keer? Ja, je moet er wel omheen, hè, wij, want anders kunnen het niet. Man. Jongen. Oh, zakken. Zo. Oh, de volgende veldladen. Ja, die zijn sporen. Oh, jongens, ja, die gaat niet door die deur heen. Dat gaat niet. Ja, ik mag de deur wel lekker zo open, jongens, want dat past niet. Wat een groot. Kom maar. Kom hierheen. Lekker? Ja. Kom maar. Gaat heel goed. Ja, kom maar. Ja. Voorzichtig toch? Ja. Voorzichtig. Ja. Ja. Zet hij er nog in? Ja, denk ik wel. Even die kant. Ik heb een telepodium op. Ja, als we het via die zeekant, als kunnen we een rijden krijgen. Via die zeekant. Ja. Oei. Dan steek ik hem daar ook zo in ik het wel. Jongens. Ja, had ik hier geen kleiner pakketje kunnen bestellen? Ja. Zeg maar net. Met die veer alleen al, hè? Ja. Veer al licht. Zo. Ja. Oh. Nou, kom naar boven, kom. Ja, dan gaat hij hier naar boven. Dat wordt wel. Kom, je moet hier met de deur. Kijk, jullie mensen. Maak jij de deur. Hou eens op met de filmen, kom, help er ook eens even met. Nou, kom eens verder. Jongen, wat een werk zeg. Voor een beetje een pakket, of niet? Daar moet wel een ding wel op inzien, dat weet ik anders ook niet. Ja, dat zat hij denk ik wel goed, ja. Laten zakken. Ik zou eigenlijk, nu we hier toch zien, ik dolgraag jeugdprins Raf en jeugdprinses Ilvi naar boven willen roepen. Want ja, dat cadeau wordt bijna uitgepakt. Maar dan moet natuurlijk wel even het lintje nog doorgeklipt worden. Daar hebben we altijd hoogheden voor. Dus kom naar boven, jeugdprins Raf en jeugdprinses Ilvi. Als jullie nou heel mooi hier komen staan en kijk even wie de schaar pakt, of samen, dat zou heel mooi samen kunnen. Even wachten. Oh ja, natuurlijk, het spreekwoordelijke kuskistje van weleer. Ja, zo hoog mogelijk niet er nou erin vallen. Hè? Of misschien één en de ander ook nog een keer knippen. Of lukt het zo? Het lukt zo. Kijk eens, hé, de eerste beste taak. Jeugdprins Raf, jeugdprinses Ilvi! Oh ja, die krijg ik weer terug, dankjewel. Super goed gedaan. Ja, dan frommelen we gewoon een beetje weg. Kan dat misschien ook nog Hans zijn weg? Maar dat hoeft niet zo. Oké. Nou, dan komt hij dan maar. Komt hij denk ik dadelijk maar doorheen. Dat denk ik dan maar. Maar ja, daar heb ik nog wel wat bij te zeggen. En ik ga het niet meer lang maken. Ik ga het niet meer lang maken in ieder geval, Wouter, hè? Ja, Wouter heeft echt een onmenselijke taak om op heel veel plekken tegelijk te zijn. Maar dat doet hij knijter goed. Verkens koppen rennen. Die spanning die neemt nou wel toe. En we zien er bijna. 100 seconden. Zo'n 100 seconden dus. Voordat die nieuwe prins zich aandoet. Dat is een gemiddelde ronde tijdens een Formule 1 race. Misschien niet onbelangrijk om te weten. Maar ook 100 seconden, een ritje in de rups hier op de kermis.
Jullie worden er ook stil van, hè? Ja, op deze avond, deze mooie avond, zaterdag 11 november 2023, komt hier de 60ste prins van CV de Verkenskop uit. Een trots prins die ook staat te popelen om jullie te laten zien wie hij is. Ik denk dat we er eigenlijk wel klaar voor zijn. Zijn grote entree als kersverse prins. De zenuwen die komen al bijna door dit cadeaupapier heen. Nog even en hij is er. Nog een paar teugen adem en dan mag hij komen. Het prinsenpakket gaat open. Hoe stevig het ook is. De nieuwe carnavalsheerser van Burger. De 60ste prins van CV de Verkenskop is prins Joris Nelson! Yeah!